Hallo jongens en meisjes, we gaan oefenen met woorden met klankgroepen op A, E, O, U. Ik ga de tekst eerst voorlezen. Probeer in je hoofd goed mee te doen. Het regent, het regent. Jawel hoor, daar komt weer een regenbui. Elke dag zie ik de regen over het pad stromen. We zitten in de tent en ik verveel me. Kon ik maar muziek maken op mijn trompet. Maar die ben ik helaas vergeten. Mijn tekenboek is al vol, er past niets meer bij. In mijn schrift heb ik 2 verhalen geschreven. Ik had een gek verhaal over een orka die een salto deed. Ik blijf er maar in strepen en zet soms nog een komma. Dit verhaal ga ik bewaren voor mijn lieve juf Marlies. Nu gaan we de tekst papegaai lezen, dus ik lees de zin en daarna lees jij precies dezelfde zin. Ik begin weer bij de titel. Het regent, het regent. Jawel hoor, daar komt weer een regenbui. Elke dag zie ik de regen over het pad stromen. We zitten in de tent en ik verveel me. Kon ik maar muziek maken op mijn trompet. Maar die ben ik helaas vergeten. Mijn tekenboek is al vol, er past niets meer bij. In mijn schrift heb ik 2 verhalen geschreven. Ik had een gek verhaal over een orka die een salto deed. Ik blijf er maar in strepen en zet soms nog een komma. Dit verhaal ga ik bewaren voor mijn lieve juf Marlies. Goed gedaan, nu gaan we de tekst samen lezen, dus jij en ik precies op hetzelfde moment. We beginnen weer bij de titel. 3, 2, 1. Het regent, het regent. Jawel hoor. Daar komt weer een regenbui. Elke dag zie ik de regen over het pad stromen. We zitten in de tent en ik verveel me. Kon ik maar muziek maken op mijn trompet. Maar die ben ik helaas vergeten. Mijn tekenboek is al vol, er past niets meer bij. In mijn schrift heb ik 2 verhalen geschreven. Ik had een gek verhaal over een orka die een salto deed. Ik blijf er maar in strepen en zet soms nog een komma. Dit verhaal ga ik bewaren voor mijn lieve juf Marlies. Oké, nu gaan we de tekst voor de laatste keer lezen. Jij mag alleen lezen. Het regent, het regent. Jawel hoor, daar komt weer een regenbui. Elke dag zie ik de regen over het pad stromen. We zitten in de tent en ik verveel me. Kon ik maar muziek maken op mijn trompet. Maar die ben ik helaas vergeten. Mijn tekenboek is al vol, er past niets meer bij. In mijn schrift heb ik 2 verhalen geschreven. Ik had een gek verhaal over een orka die een salto deed. Ik blijf er maar in strepen en zet soms nog een komma. Dit verhaal ga ik bewaren voor mijn lieve juf Marlies. Goed gedaan! Tot de volgende keer!